allerlei mobiele frequenties opnieuw verdeeld worden. Dus dat kan leiden tot een soort grote veranderingen in de markt. En tegelijkertijd, in aanloop naar die veiling, mogen wij van de overheid niet vertellen of wij deel gaan nemen. Dus ik sta hier met een soort hypothetisch, theoretisch interesse in iets wat heel interessant is. Dus, tweede reden voor de quotes is dat Tele2 is niet echt een nieuw bodem. We zijn dik 10 jaar actief en ook al bijna net zo lang als MVNO. Hè. Eigenlijk doen we alles mobiel zelf, behalve de mast op het dak. Nee, dat gebruiken we van T-Mobile. En die zijn